Hey, ik was laatst bij mijn zus in Arnhem en daar is onlangs de Primark geopend. En we waren in de buurt en we dachten, nou, we gaan even naar de Primark. Even naar de Primark kan niet. En ik kwam de Primark uit met een hele grote tas, of eigenlijk stiekem twee hele grote tassen, met een heleboel kleding die ik graag aan jullie wil laten zien. Ik begin een beetje saai, want allereerst kocht ik 3 panties. Mijn panties gaan altijd stuk. En altijd als ik bij Primark ben, dan neem ik even zo'n pak met 3 panties erin. 3 paar panties. Dat kostte 4 euro. Oh ja, ik heb trouwens echt serieus 3 paar schoenen gekocht. Was niet helemaal de bedoeling, maar ik vond ze zo leuk. Dus. Maar die zal ik straks laten zien. Ook kocht ik deze blauwe top. Het is een beetje een wijdvallend singlet-achtige top. Een hele bijzondere kleur blauw, vind ik. En hij heeft een vlinderpatroon, heel erg schattig. En ik denk dat dit wel echt een hele leuke top is voor het najaar. En deze kostte 4 euro. Oké, deze gaat nooit op dit beeldschermpje passen. Ik kocht ook deze enorme trui, sweater-achtig iets. En hij is een beetje huidkleurig roze. En op de voorkant loopt een streep in het midden. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, denk het wel. En verder is het echt een heel simpel, wijdvallend model. Hij is ook ontzettend lang. Ja, dit is gewoon zo'n lekkere trui voor als je even niet weet wat je aan moet. Dan hou ik altijd van dit soort dingen. En deze kostte 12 euro. Ook kwam ik echt zo'n schattig topje tegen. Kijk nou hoe lief. Het is zo'n beetje peplumachtig topje. Het is zo'n ruitjespatroon met rood en een beetje blauwig en wat groen erdoor. Echt zo vet klassiek eigenlijk. En dan is het een beetje een peplum model. Met korte mouwtjes en achterop zit een ritsje. Hij zit ietsje te los, maar verder ben ik er wel heel erg blij mee. En misschien als ik mijn moeder lief aankijk, kan zij hem nog een beetje innemen. En dit schattige topje kostte 10 euro. En ik heb een pyjama shirt gekocht. Of nou ja, pyjama shirt. Het is eigenlijk gewoon een normaal t-shirt. Maar ik heb de gewoonte om te slapen in One Direction t-shirts. Maar ik vond deze wel heel erg leuk, waar gewoon heel simpel de namen van de One Direction jongens opstaan en dan het logo van One Direction. Ik slaap altijd graag in dit soort shirts, zeker nu het weer wat kouder wordt. En deze was 10 euro. Ook zag ik dit t-shirt en deze vond ik zo leuk. Dat is van het liedje van It's Like That. And that's the way it is. En ik weet geen idee of jullie dat kennen. Het is van Run DMC. Ja, dit is gewoon zo'n lekkere, wijdvallende t-shirt top. Met van die stoere mouwtjes, daar hou ik altijd al van. En deze was ook 10 euro. Dan heb ik helaas ook een miskoop gedaan en daar baal ik echt zo van. Wow, er vloog een vogel tegen mijn raam, hoorden jullie dat? Ik hoop dat die oké is. Nee. Ik heb dus ook een beetje een miskoop gedaan en dat komt echt door de Primark. Dan ben je daar en dan ben je zo overdonderd door de enorme hoeveelheid kleding. Dat je gewoon denkt, oh dit is leuk, doe ik in mijn mandje. En dit, ik was al lang op zoek naar zo'n soort houthakkersbloesje. En ik vind hem echt super leuk. De kleuren zijn fantastisch, het model is mooi, het stofje is prettig. Maar dan op de achterkant staat echt een super groot cijfer. En dat is zo lelijk, vind ik dan. Echt shit, waarom heb ik dat niet gezien? Kijk nou. Hoe kan je dit niet zien, jongens? Echt, hoe kan je dat nou missen? Mijn zus heeft het ook niet gezien, want zij stond ook met het blouseje in haar handen en heeft hem uiteindelijk laten liggen. Ik was helemaal blij en dit was echt het item waar ik het meest naar uitkeek om het te passen. En toen kwam ik thuis, haalde ik het zo uit de tas. En toen zag ik dus pas dat grote cijfer erop staat. En ik vind het echt niet mooi. Het is ook niet subtiel of zo. Nee, maar echt bam, een 5 op je rug. Deze was 12 euro, dus doei 12 euro, dat was een beetje zonde. Ook kocht ik een heel simpel bruin vest, want ik draag graag van die losvallende vesten. En deze is vrij lang, daar hou ik altijd wel van. En ik heb al een aantal vestjes van de Primark en die vind ik echt prima. Die doen niet onder voor de vestjes van H&M of zo. Dus, en ze zijn een stuk goedkoper, dus jee. En deze kostte 10 euro. Ook kocht ik deze hele grote kaki groene top. En dit is ook weer zo'n heel losvallend model. Lekker makkelijk, maar kan je wel super leuk combineren met bijvoorbeeld zwarte laarsjes en een soort van leather look-achtige legging. Dat je het heel stoer kunt maken bijvoorbeeld. Aan de achterkant zit een grote rits. Deze zit heel erg lekker. Ik heb hem gisteren al de hele dag gedragen. En oh, ik hou gewoon heel erg van dit soort basic tops. En deze kostte 12 euro. Dan kocht ik ook nog deze jegging, hoe je het wil noemen. En mijn zus had deze en toen dacht ik, wauw, waar heb je die vandaan? Die is echt vet cool. Dus toen heb ik hem ook maar gepakt. En ik vind dit wel een heel tof biker-achtig model.
in een mooie grijze kleur. En dit is de achterkant. En hij sluit dus heel erg mooi aan. Dus dat vind ik fijn. Het enige wat ik jammer vind is dat er geen echte rits in zit. En dat het dus echt zo'n... hier zit echt zo'n elastieke band. Ik pas hem qua... Wat mijn benen betreft pas ik hem wel. Maar hier aan de bovenkant is hij te groot. En lubbert hij een beetje. Dan moet ik even kijken of ik dat nog misschien kan innemen. Mijn moeder tussen haakjes. Dat is gewoon het nadeel aan Primark. Het is daar zo druk dat ik gewoon geen zin heb om een uur in de rij te staan om te passen. Dus dan koop ik dingen maar op de gok. Dan loop je dus natuurlijk wel het risico dat iets niet helemaal past. Maar ja, en deze was 13 euro. Oké, dan gaan we door naar de schoenen. Ik heb 3 paar schoenen gekocht. Ik kwam allereerst deze zwarte laarsjes tegen. Het is een heel klassiek laarsje in principe. Met 2 ritsjes. Aan de buitenkant een zilver ritsje en aan de binnenkant gewoon een zwart ritsje. Wat ik zo leuk vind eraan is dat dit deel, dus het achterste gedeelte, dat is, heeft een beetje een slangenprintachtig patroontje. En dit is gewoon mat zwart. Bovendien vind ik de hakhoogte precies goed. En de neus vind ik ook mooi. Die is niet te puntig. Daar hou ik namelijk niet van. Maar ook niet te lomp. En ik heb deze gisteren de hele dag aangehad. En ze lopen echt fantastisch. Ze maken trouwens geen klikklak geluid, waar ik heel blij mee ben. En waar de kinderen op stage ook blij mee zullen zijn, denk ik. En voor die laarsjes betaalde ik serieus maar 20 euro. Echt. Om dat soort dingen hou ik gewoon heel erg van Primark. Want dit is gewoon echt een geweldig leuk laarsje. En hij kost maar 20 euro. Maar het wordt nog gekker, want het kan natuurlijk nog veel goedkoper bij de Primark. Zo kocht ik ook deze cognackleurige laarsjes. En ik ben echt stapelgek op deze laarsjes. Het zijn gewoon wederom een beetje klassieke laarsjes. Maar dan hebben ze van die cut-outs. En ook vind ik dit heel erg leuk. Er zit hier zo'n metalen bakkelachtig iets als extra detail. En het riempje vind ik heel erg mooi. En ja, dus ik vind, ja, ik weet niet. Ik vind ze gewoon echt super mooi. Echt helemaal mijn ding. En nou komt het. Deze waren serieus maar 12 euro. En tot slot kocht ik nog een paar gimpen. Ook weer in een cognackleurtje, want dat past gewoon het beste bij wat ik meestal draag. De kwaliteit ervan verbaast me. Ze zijn gewoon ja, best wel netjes afgewerkt. Ze zijn heel stevig. Ze hebben een redelijke zool. En ja, gewoon best wel nette, gewoon nette kwaliteit vind ik. Ik vind het leuk dat hier een ritsje zit. En dit heeft ook weer zo'n rimpelachtig, ribbelachtig patroon. Niet rimpel. En ja, het zijn gewoon lekker makkelijke sneakers voor als je een keer geen zin hebt in hakken of zo. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En ze lopen ook heel erg lekker. Ik heb ze al eventjes aangehad. En hiervoor betaalde ik 13 euro. Nou, ik ben best wel even losgegaan, maar ik was ook al zo lang niet bij de Primark geweest. En oh, al die mooie schoenen en al die lekkere trui-achtige dingen, ik kon het gewoon niet laten. Ik kon me niet beheersen. Ik hoop dat jullie deze shoplog leuk vonden en heel erg bedankt voor het kijken zoals altijd. Doei!